Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Muziek de Roos. Ik speel voor u uit het boek Finger Fitness Akkoordentrainer voor Piano speel ik de nummers 26 tot en met 36. En ik speel ze in twee versies, zowel langzaam als snel. En dan kunt u meespelen, dat hoop ik natuurlijk van harte. Ik begin met het nummer 25, de gans die ik vanmorgen zag. Wij gaan hem samen spelen. Ik doe de metronoom op 75, dat is een langzaam tempo. Dan kunt u zelf beslissen of u rechts meespeelt, links of samen. Drie tellen voor op maat, dus ik tel vier tellen vooraf en drie tellen voor op maat. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tik, links gaat naar F, A, C, E, F, A, N, C, G, C. F, A, C, C, E, G. Wat tussen de punten staat, moet ik herhalen. Dus, ik begin derde regel. Tik, tik. En tik. En we gaan naar het volgende nummer, nummer 26. Dit boek heet niet voor niks akkoorden trainen, want er worden wel degelijk akkoorden geoefend. In de linkerhand beginnen we met een C-akkoord, zo heet dat. Het staat alleen niet boven, maar op een gegeven moment leert u dat dat een C-akkoord is. En in de tweede regel, dat GB, dat heet een G-akkoord. En de derde regel, dat heet een F-akkoord. En C-akkoord, F-akkoord en G-akkoord zijn de drie belangrijkste akkoorden als je speelt zonder kruisen of mollen, oftewel met de toonladder van C. Het tweede wat ik graag zou willen vertellen is dat als u die tweestemmigheid die zowel rechts als links voorkomt, als dat te lastig is in het begin, speel dan alleen de bovenste noot. Dat zou dus betekenen, voor de linkerhand speelt u alleen dan C en een G en voor de rechterhand speelt u alleen de G. Dus dan laat u die E even zitten. Samen nu gaan we het oefenen met beide handen en met die dubbelstemmigheid, meerstemmigheid. Ik tel vier tellen vooraf, we hebben geen opmaat. 1, 2, 3, 4.
drie, vier. Staat da capo al fin. En 2, 3, stop. Ja, zoals ik al zei, hier staat da capo al fin. En da capo al fin betekent da capo, terug naar het begin en dan spelen tot het woord fin. Daar staat fin. Tussen de punten moet altijd herhaald worden, maar als je gewoon vanaf het begin moet herhalen, hoeven hier geen punten te staan. Vandaar dat er alleen hier punten staan. Dus de volgorde is speel, speel. Nog een keer, speel, speel. Dan speel je deze en dan doe je de eerste twee regels nog een keer en dan ben je klaar. Dan zou je nog een keer kunnen spelen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wij gaan naar nummer 27. 27. Dames en heren, dit is een moeilijk nummer. Het is misschien wel het moeilijkste nummer van het boek. Het is het lastige, bijvoorbeeld om een noot hier drie tellen te spelen en dan inderdaad zo snel mogelijk naar die noten te gaan. Dat wil dus lastig zijn, dus kunt u het linker pedaal, het rechter pedaal gebruiken. En het rechter pedaal, dat is het systeempedaal. Het systeempedaal, als u dat indrukt, dan klinken de noten door. Dus wat u zou kunnen doen is indrukken, het pedaal, die C spelen en dan gaat uw hand in alle rust daar naartoe. En dan speelt u, maar u moet aan denken dat u iedere maatstreep opnieuw het pedaal optilt en opnieuw indrukt. Dat is lastig. Dus lift, lift, lift. Of E, D, C. Hier zou je dat kunnen doen. F, F, A, A. En elke maatstreep dus even je voet optillen en opnieuw neerzetten. Wij gaan om te beginnen, voor ik ga samenspelen, het hele nummer, ga ik even met u doornemen de linkerhand alleen. De linkerhand alleen. Ik zet mijn metronoom op 75. Oké, dus als u dat wilt proberen, uw systeempedaal indrukken en bij iedere maatstreep optillen. En dan zeg ik het woord lift. Komt-ie. Vier tellen vooraf. 1, 2, 3 en indrukken. 2, 3, lift. 2, 3, 4. Hier kan die blijven staan. En dan lift. En C, 2, 3, lift. 2, 3. En opgetild. Ook zo zou je kunnen spelen. Dus deze twee maten. Geen systeem. Stop. Dus die lange noten systeem. En die kwinten systeem. En die FG. Die GB. En die EDC. Die hebben dan geen systeem. Linkerhand van de derde regel. Ik doe nog iets langzamer. Goed, ik noem de noten. Het begint met twee F'en. 1, 2, 3, 4. F. F.
twee A's. CC's. En ik gebruik geen systeempedaal. E. Een D. En u ziet dat steeds de noot hetzelfde is. F. En C. Dat is deze C. Dat gaan we even herhalen. We beginnen met de derde regel. F. F. A. A. En alles met 1, 5. C. G, E, E, D, D, F, F en nu de hoge C daar. G. Oké, we gaan samen spelen het hele nummer. Ik laat hem in dit tempo staan, voor alle zekerheid. Dit is tempo 70. Vier tellen vooraf. Twee handen of alleen één hand. Mag u zelf beslissen. 1, 2, 3, 4. Lift. En systeempedaal indrukken. Lift. Lift. Naar de derde regel. Twee F'en. Twee A's. EG. Rechts. EC. Rechts. Links F. Derde regel beginnen we. Twee F'en, twee A's, C, twee C's, twee E's, twee D's, twee F'en, en dan gaan we naar deze C. En dan zou je weer overnieuw moeten beginnen en dan de eerste twee regels spelen. Maar ik denk dat dit voldoende oefening is. Lastig nummer, maar heel erg leerzaam. Wij gaan naar het volgende nummer, nummer 28. Thank you.
Ver Weg is een nummer wat mooi is als je er allerlei verschillende ritmes bij speelt. Soms een beetje langzamer, soms een beetje sneller, soms een beetje zachter en soms een beetje harder. Dat noemen wij dynamiek. En met dynamiek moet je leren spelen. Ik heb het er niet bij gezet, omdat ik nog steeds vind, na zoveel jaren, dat het vanuit je hart moet komen. Het moet automatisch gaan. Dynamiek spelen. Goed. We spelen dit nummer ook in een rustig tempo. 70 staat mijn metronoom. U mag bepalen rechterhand, linkerhand of samen. 1, 3 tellen vooraf, want het is een driekwartsmaat. 1, 2, 3. Dat we even alleen de linkerhand spelen en dat ik de noten erbij noem. Kunt u even kijken of het notenlezen goed gaat. 3 tellen vooraf alleen de linkerhand. Let ook op de vingerzetting dan. 1, 2, 3. C, G, C, C. G, E, D. F, A, B, A, G, C. G, C, E. Schuif. D, E, F, E, hoge C, A, F, C, B, A, G, C, D, G, B, G, C, 2, 3. U zult begrijpen dat het wel heel bewust is dat de linkerhand alleen maar kwartnoten staat. Dat is inderdaad de oefening die ik zocht in dit nummer. Wij gaan naar nummer 29. Een mooi nummer. We gaan hem samen spelen. Denk eraan, mol aan begin van de balk, elke B wordt bes. Pakken, pakken, tam, tam, dat is het tempo. U mag bepalen, linkerhand of rechterhand of samen. 2, 3, 4. 2 is dwingen setting. Setting, hè? Rechterhand. Pink. Derde vinger eronder door. En we gaan door. F. Vanaf het begin.
Dankjewel. Wij gaan naar het volgende nummer. Dames en heren, dit nummer is natuurlijk een oefening op de toonladder C, D, E, F, G, A, B, C. Dit is de enige juiste manier om deze toonladder te spelen. En op de terugweg speelt u door tot de duim, derde vinger eroverheen. Zullen we dat eens samen doen? Vier tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. C, D, E, F, G, A, B, C en terug. En links gaat het natuurlijk net zo. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2. 1, 3, 2, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. We gaan hem samen spelen met de metronoom. Maar niet zo snel. 75. 70 stel ik voor. Nou staat hij op 70. 4 tellen vooraf. De eerste vier grepen is goed om uit het hoofd te leren en dan even mee te kijken met de toetsen. Dat scheelt. 2, 3, 4. Nee, dat gaat te snel. 4 tellen vooraf. Let op de vingerzetting. 1, 2, 3, 4. Meespelen. Ik speel hem één keer met een wat sneller tempo. Daarna gaan we spelen met langzaam tempo. Rechterhand, linkerhand of samen. 1, 2, 3, 4. Twee noten naast elkaar. De regel 2, 3, 4. Heel C-akkoord. Heel G-akkoord. 2, 3, 4. En nu gaan we hem op tempo 60 doen. 70. 4 tellen vooraf. Handen op de toetsen. 1, 2, 3, 4. Zie je kort?
2, 3, 4. Nummer 32. Samen spelen. We gaan iets sneller doen. 75. Kruis op begin van de balk. Elke F wordt vies. Handen mooi zetten. Denk aan deze maat. Denk aan deze maat. Dat u weliswaar hier een Cis speelt. Maar dat dit dus ook Cis'ens zijn. Want een kruis aan begin of kruis ergens voor een noot geldt tot het einde van de maat. Vier tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. Tweede regel. Twee, drie, rust. E. Vanaf het begin. Twee, drie, rust. En we gaan naar nummer 33. Dus we gaan gewoon spelen. Vier tellen vooraf. Links begin met een E. Rechts begin met een G. 2, 3, 4. Thank you.
4. Nummer 34 gaan we naartoe. Bluesnummer. Denk erom, dames en heren, jongens en meisjes, dat u de rechterhand iets harder speelt als links. Of beter gezegd, speel de linkerhand niet te hard, want daar speelt u 3 noten en rechts maar 1. 4 tellen vooraf. 2, 3, 4. G, vies, F. Dus G, vies, F. Drie keer nadruk. Vier tellen vooraf. 2, 3, 4. Nadruk. Nog 1 keer, maar dan met sustain. Hoort u het verschil? Hoort u wel, dan galmt het meer door. Dat mag natuurlijk ook. 4 tellen vooraf. Denk aan de vingersetting. 1, 2, 3, 4. See?
we gaan naar het laatste nummer, 36. Dames en heren, om eerlijk te zijn, is dit niet een ode aan de mier als dier, maar ode aan Martha Mier. Martha Mier heeft heel veel hele mooie muziekboeken geschreven voor beginnend piano. Dus als u ooit nog een boekje van een andere schrijver zoekt, dan is Martha Mier een goede keus. Ik hou van Martha Mier, heel erg zelfs. Niet van haar, maar van de muziek. Dus daarom heb ik dit ode aan de mier genoemd. Wij gaan spelen. Geen makkelijk nummer. 1, 2, 3, 4. Dames en heren, jongens en meisjes, dank u wel dat u erbij was, 36 nummers lang. Wij hebben dit boek doorgespeeld in 3 sessies van 12 minuten. Dit is een belangrijk boek geworden. Goed voor het oefenen van uw pianospel. Wij zeggen altijd, de basiscursus bij ons bestaat uit het basisboek van 50 nummers, bestaat uit het groot oefenboek piano en bestaat uit de fingerfitness akkoorden trainen. Dus die 3 samen, die behandelen wij ook altijd met het muziekuur elke dinsdag tussen 8 uur of elke donderdag om 8 uur. Want wij streamen dus live muziekles 2 keer in de week. Er is een schema wanneer wij voor piano uitzenden en wanneer wij voor keyboard uitzenden. Wilt u dat weten of wilt u meer informatie? Stuur dan even een mailtje naar info@muziekderoos.com. Graag zie ik u terug bij muziekuur. Of bij toekomstige boeken. Tot ziens, dag.